De Keukenkampioendivisie. Iedere vrijdag en maandag live op Fox Sports. Eindhoven won vorige week van Excelsior. Een top Os dat verloor de laatste twee wedstrijden. Os is kansloos voor de play-offs. Eindhoven staat natuurlijk nog niet helemaal. Os heeft het betere van het spel in de eerste helft. Is er hier vandoor aan de linkerkant. Dus het begint bij Van der Sluis. En daarna wordt de bal binnengeschoten door Rommens. Hij zet de ploeg van Wels op een 1-0 voorsprong. NAC en FC Den Bosch waren te sterk voor Os in de afgelopen weken. Maar nu dus op voorsprong bij Eindhoven. En dan dit moment. Het meest curieuze moment van de avond. Kan ik alvast verklappen. Want dit was een correcte schouderduw. Maar Nachtegaal als enige in het hele stadion. Dat er goed vol zit trouwens. Legt de bal op de stip. En de andere Rommens, Philip, maakte dan 2-0 van. Maar dat was een krankzinnige beslissing natuurlijk van scheidsrechter Nachtegaal. En dan loopt Eindhoven eigenlijk de hele wedstrijd achteraan. Het speelt ook niet goed, dat moet gezegd. Os is simpelweg beter en kan er hier 3-0 van maken. Maar die inzet gaat net naast de goal van Swinkels. Goeie kans voor Rommens, andermaal Philip in dit geval. Pas in de slotfase doet ook Eindhoven echt mee in deze wedstrijd. Komt wat laat op gang, maar het komt wel effectief op gang. Essikal met de voorzet. Die bal blijft dan wat hangen. Van dichtbij binnengeknald door Boeraar. Die maakt zijn 9e van het seizoen. Dat is de man in vorm bij Eindhoven. Dit gaat dan toch nog een spannende slotfase opleveren. Ze knullen verdedigen. Boeraar met overtuiging. 1-2. Spanning helemaal terug. Kijk naar de klok. Het is de 90ste minuut inmiddels. Aan mij voor de grote centrale verdediger naar voren. En hij prikt de 2-2 binnen. Hij was de veroorzaker tussen aanhalingstekens van die penalty voor Os in de eerste helft. En dat zou je kunnen uitleggen als gerechtigheid. Boeiende slotfase. Eindhoven top Os eindigt in 2-2. En een coronabox als toetje van de heren Brands en Wels.